Je merkt dat de goten en de putten wat meer overlopen. En dat je in het park nog wel eens natte voeten kan krijgen. Op 20 maart gaan we naar de stembus voor de waterschapsverkiezingen. In de Leidse regio doen 8 partijen mee die het Hoogheemraadschap van Rijnland willen vertegenwoordigen. Waar gaan deze verkiezingen eigenlijk over? In 7 afleveringen gaat journalist Chris Alberts met een aantal lijsttrekkers in gesprek over wat er te kiezen valt. Het klimaat verandert. Er komen steeds hardere regenbuien, er komt meer droogte en de zeespiegel stijgt. Wat kunnen we daarvan merken in het dagelijks leven en wat kan het waterschap daaraan doen? Daar praten we in deze aflevering over. Als je in Leiden woont in de Kooi, dan heb je al een paar keer dat het water tot aan je drempel of zelfs over je laminaat is komen stromen. En als je op het zand woont in Leiden, op de hoger gelegen delen, heb je daar minder last van. In de stad is natuurlijk veel verharding, stenen aanwezig. En dat maakt dat met extreme regenval snel zichtbaar is dat kelders onderlopen. Er zijn een paar mooie voorbeelden van. Gouda is de belangrijkste. Daar stijgt het water zo snel dat als er maar een klein beetje extra regen valt, ontstaan er al problemen. We hebben dat in de afgelopen zomer heel erg gezien. Toen dreven in Boskoop de plantjes de tuinen uit. Nou, dat zijn de belangrijke dingen waar wat aan moet gebeuren. Wat kun je er zelf aan doen? Gooi niet allemaal tegels in je tuin, maar kijk hoe kun je ook zelf water opvangen. Meer groen levert ook verkoeling op. Dat kunnen we goed gebruiken met de hitte die we afgelopen zomer hebben gehad. Een van de belangrijkste dingen is ook dat we inwoners zelf oproepen van tegel eruit, plantje erin. Dat is een belangrijke slogan waar we aan werken. Dat je de keuze kan maken, daar kan het waterschap je wel de kennis overgeven. En vervolgens ben jij het inderdaad zelf die bepaalt of je dat doet of niet. Wat moet het waterschap nu doen? Als er veel water naar beneden komt, dan kun je zorgen dat je de pompen al een paar dagen van tevoren aanzet om de grote hoeveelheden water weg te pompen. Je kan ook zorgen dat er sluizen en keringen dicht gaan om ervoor te zorgen dat in ons gebied wat een paar meter onder de zeespiegel ligt, dat gebied droog blijft. Ik denk dat elke partij zal zeggen, nou, die hoosbui die moeten we opvangen en die moeten we wegpompen. Alleen wij zeggen, in samenwerking met de gemeente moet je die wijken zo inrichten en de straten zo inrichten dat je die hoosbui niet naar het riool gaat pompen, maar dat je die in de wijk kan opvangen. Ja, het waterschap speelt ook een rol bij de opvang van water. Het kan gebieden inrichten om water bij hevige neerslag op te vangen. Dat kan in het buitengebied door plassen in te richten, maar ook in het stedelijk gebied door bijvoorbeeld meer groen toe te voegen in daken en parken. Met waterbergingen alleen ben je er niet. Je zal ook moeten kijken naar je riolering. Zijn je rioolbuizen wel groot genoeg om het water goed af te kunnen voeren bijvoorbeeld? Het moet wel betaalbaar blijven, dus we kunnen niet alles in één keer. Dus we gaan het gefaseerd doen. Kan het waterschap dat alleen? Wij zijn zeg maar de regisseur van het water, dus wij willen wel degelijk met andere overheden in dat gesprek. En daar hebben we ook goede resultaten van, ook bijvoorbeeld hier in Leiden, door samen te werken met de gemeente Leiden, om dan maar een voorbeeld te noemen, hebben wij daar een sturende rol in. Meer samen met gemeentes, met bewoners, met wijken, met woningcorporaties samenwerken om te kijken hoe we dat probleem kunnen tackelen met elkaar. Juist door samenwerkingsagenda's te maken, lossen we dit soort problemen wel op. Je hoeft niet overal over te gaan om er toch ook een mening over te hebben.